De moderne werkplek is volop in beweging. Projecten scoren, hard werken, deadlines halen en ga zo maar door. Ook gebeurt dit vaak buiten de normale kantooruren. U zult er misschien niet dagelijks aan denken, maar een noodsituatie zoals een brand kan op ieder moment ontstaan. Ook binnen uw organisatie. En als het dan gebeurt, is het vaak op een moment dat u het niet verwacht. Tijdens zo'n calamiteit zult u snel moeten ontruimen en hebben collega's of bezoekers met een mobiliteitsbeperking assistentie nodig van hulpverleners. Het is bijna onmogelijk om ieder incident te voorkomen. Maar uw organisatie kan wel de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om levens te redden in een noodsituatie. Een van deze maatregelen is de installatie van het evacuatiematras Escape Plus. Bijna iedere organisatie is uitgerust met blusmiddelen, maar u kunt de Escape Plus als net zo belangrijk beschouwen. De meeste liften kunnen niet gebruikt worden bij rookontwikkeling of stroomuitval. Daarom is een simpel evacuatiemiddel nodig om hulpbehoevenden via de trap te laten ontsnappen. Omdat de Escape Plus op strategische plekken in een gebouw hangt, is het hulpmiddel snel inzetbaar. Een kind kan de was doen. U lift de hulpbehoevende uit zijn rolstoel en legt hem op het matras. Daarna zorgt u dat de persoon strak op het matras komt te liggen door middel van de positioneringsband en de flappen. Hierna versleept u hem snel naar een veilige zone. Dankzij het eenvoudige design van de Escape Plus hoeft u weinig te trainen. Uw organisatie is ook niet gebonden aan dure onderhoudscontracten. De Escape Plus wordt niet alleen gebruikt voor de evacuatie van rolstoelgebruikers, maar ook voor senioren, personen met zware blessures of verwondingen, minder valide en ga zo maar door. Bereid uw organisatie daarom voor op noodsituaties. En zorg dat uw gebouw is uitgerust met dit levensreddende hulpmiddel. De Escape Plus.